dan bevind ik me in het coronastadion, waar vandaag Nacho dan weer gaat trainen. Wat is er allemaal gebeurd vandaag? Nou, vandaag rond 10 uur tot om en bij 12 uur, 1 uur hebben de jongens een hele leuke activiteit mogen ondernemen. En ze gingen dus naar, ja, je kan zeggen met de kabelbaan, naar het beeld van Jezus Christus. Kijk even mee hoe ze dat vonden en hoe geweldig en spectaculair dat was. Amigo, otra vez. Can we take a picture of all the team here? Yes, of course. Yes. Yes, yes. Thank you. What's your name? Ryan. Hey guys. Please, a come. Picture here. A photo about the freedom. We welcome you into the world of the Vitali Group of Companies, your partner in the engineering, construction, and agricultural sector with 6 companies. Vitali Mining, BPP, AMB, BPTT, MLN, UCC. Vitali Group of Companies, paving your way to development. Coldiepsing is altijd op zoek naar de beste producten. Zoals brekerkasten en schakelmateriaal. Kies daarom voor Makel. Brekerkasten voor zowel inbouw als voor opbouw. Vrij en vooral veilig schakelmateriaal in diverse kleuren. Makel, gecertificeerd en van hoge kwaliteit. Coldiepsing for quality. Check snel onze website coldiepsing.net. Verkrijgbaar in alle goed gesorteerde bouwmaterialenzaken en de Coldiepsing winkels. Voor elke gedreven optimist bestaat er een bouwplaats in Wording. Achter elke probleemoplosser staat er een team dat samen aan vooruitgang werkt. Elke facilitator laat een erfenis na, voor vele generaties. En achter elke toekomstbouwer staan mensen die in hem of haar geloven. Want degenen die hun doelen greenlight geven, zijn ook diegenen die ze daadwerkelijk realiseren. Argos Cement. Green Light voor Suriname. Yo voy a bailar con su conga, me pone a gozar.
Slaap lekker. Volg dan ook verder wat wij nog meer in deze aflevering voor u hebben. Want de persconferentie, daar praten we zo meteen over met Didi en Terrence Oosterwolde. Aangezien Mexico lang niet heeft gestaan met hun sterkste team op het veld, ziet u de kansen iets groter of ruimer voor Suriname morgenavond? Nee, dat is het grootste gevaar wat je kan bedenken. Dat je denkt, Mexico speelt niet met zijn sterkste team. Want ik denk dat bijna de hele groep van Mexico, de hele squad, kwalitatief heel goed is. En ik kijk niet naar naam, ik kijk naar kwaliteit. En nee, we moeten heel serieus deze wedstrijd nemen, wie er ook speelt. In het verlengde daarvan, Stan, ik vroeg namelijk aan de coach of het doelbewust is dat hij slechts 5 spelers buiten Mexico heeft geselecteerd. En zijn antwoord was, ze zijn bezig met voorbereidingen naar het WK, dus zijn selectie is nog niet definitief. Wat betekent dat voor jou als je zoiets hoort? Ja, dat is een keuze van hun coach. Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat het WK en het WK, de WK-voorbereiding belangrijk, heel belangrijk is. En als je dan als coach een keuze maakt van ik wil de Nations League tegen Suriname met een ander of jonger elftal spelen, dat is een keuze van hem. Dat moeten we respecteren en ik zie het niet als een onderschatting, maar meer als een keuze gebaseerd op wat er nog moet komen voor hun dit jaar. Trainer Mento, wat is de status van Gleofilo Vleter? En wat is de mentale gesteldheid van het team in aanloop naar de wedstrijd van zaterdag? Te beginnen met die laatste vraag. Mentale gesteldheid is goed. Het is puur het fysieke gesteldheid waar we erg rekening mee moeten houden. En waar we rekening mee hebben gehouden. Wat Gleo betreft, die is niet fit genoeg om om geselecteerd te worden. Dus hij zit niet bij de selectie. Hij heeft niet getraind en zal ook niet bij de selectie zitten voor morgen. Rashid Sultan, Kern Sports. Stanley, gezien we weten dat de bondscoach van Mexico met de aanvallend ingesteld Mexico voor de dag zal komen. Ga jij hier, aan de hand hiervan, je spelsysteem een beetje aanpassen? Heel simpel. Ik kan met 5 spitsen willen spelen, maar als zij sterker zijn en continu aanvallen, dan zullen mijn spitsen moeten verdedigen. Dus ik kan willen wat ik wil. Het heeft te maken met de kwaliteiten waar je tegen speelt. En wij willen graag aanvallend spelen. We willen graag doelpunten scoren. We willen graag winnen. Maar als de tegenstander sterker is en een tegenstander duwt je achteruit, ja, dan komt je hele formatie of je hele idee hoe je wil spelen komt. Daar moet je aan aanpassen en zo simpel is het eigenlijk. Dus het heeft niks te maken met een formatie, het heeft te maken met de invulling van het spel, hoe je daarmee omgaat. We liggen hier op een hoogte van 1120 meter, Sten. Verder zijn de klimatologische omstandigheden, is het bijzonder warm en we merken ook dat het 's avonds behoorlijk hard kan waaien. Hebben jullie rekening daarmee gehouden?
Nee, maar zoals je al zegt, Destiny, we weten dat, maar we kunnen moeilijk, we hebben niet getraind erop, want we zijn hier net een dag en we hebben nergens erop kunnen trainen, maar hoe hou je daar rekening mee? Ja, door het te ervaren, door daar goed op in te spelen, meer niet. En je weet na in de warming-up of je weet vandaag na de training dat het morgen kan waaien, maar misschien waait het morgen niet. Dus je moet je continu als speler moet je continu aanpassen aan de situatie waarin je terechtkomt. Yes, nog een vraag voor Stanley. Moet toch gewoon aannemen dat Suriname morgen zwaar de underdog is? Ik denk dat het een vraag is die je zelf kan beantwoorden, Rashid. Ik bedoel, dat is... Ja, ja ik, volgens mij wel, maar mocht je er anders over denken, hoor ik het graag. Maar dat lijkt me logisch. Ja, Stanley, zware reis achter de rug, hoef het niet over te hebben. Je hebt net iets over die fysieke gesteldheid gehad. Kunnen we nou heel veel veranderingen in het team verwachten morgen? Nou, niet heel veel, maar er zal best iets kunnen veranderen. En ik kan wel zeggen, op 1 of 2 posities zullen we minimaal iets veranderen, ja. Maar dat gaan we ook vandaag bekijken. We hebben gisteren, ja, je kon het geen training noemen. Het was eigenlijk een herstel, een losmaaksessie. En vandaag gaan we trainen en dan gaan we kijken hoe de pijntjes zich echt hebben hersteld of niet hebben hersteld. En aan de hand daarvan gaan we kijken van, zijn het 1 of 2 of 3 aanpassingen die we moeten doen in het elftal. Si nos pudiera platicar sobre la fortaleza de la selección de Surinam, tomando en cuenta que no trae a 2 de sus jugadores clave o piezas importantes, y qué es lo más destacable que ustedes pueden notar en la selección mexicana. Ah. Ze zegt, je hebt niet al je spelers hier naartoe kunnen brengen. Ze doelt daarmee op onder andere dat Geraldo en Tjern er niet zijn. En wat is voor jou het meest belangrijke in het Mexicaans team? Het meest belangrijkste in het Mexicaans team. Dat stukje begrijp ik even niet, Destiny. Het meest belangrijkste in het Mexicaans team. Eigenlijk doelt ze daarmee, wat steekt af in het Mexicaans team in jouw visie? Ja. Als ik vergelijk de afgelopen 2 wedstrijden die we hebben gespeeld en die we nu gaan spelen tegen Mexico. Mexico is een voetballend elftal, is gebaseerd op voetbal. Op veel beweging, veel positiewisselingen. Niet altijd direct in vergelijking met Jamaica. Jamaica was een vrij directe speelwijze en Mexico heeft een meer voetballende speelwijze. Het is meer creatiever dan als ik het vergelijk met Jamaica. Dat verwacht ik gewoon. Een creatief spelend Mexico, voetballend. En dan nog steeds het coronastadion. En ik heb het u gezegd, er is eerder of zojuist nog een persconferentie gehouden waarbij de Mexicanen aangehoord zijn, maar ook de Surinamers, in dit geval Stanley Menzo. We gaan dan praten over de punten die zijn aangehaald in deze persconferentie. Terrence, dan begin ik bij jou om alvast te beginnen. Terrence Oosterwolde en Didier Samuel. We beginnen met de persconferentie van de Mexicanen. Je hebt het meegemaakt. Wat heb je uit die persconferentie kunnen halen en... Ja, dat je kunt zeggen, Suriname hoort daar degelijk rekening mee te houden. Nou, ik kan je alvast zeggen, Katusha, onder de pers, onder de media leeft het enorm. Het was een vrij volle zaal. TV, radio, websites, de mensen waren er. Het was even wachten op de coach. De coach is trouwens alleen gekomen. En hij heeft het over de voorbereiding gehad. Rode draad was eigenlijk de selectie van hem. Waarom bepaalde spelers er niet bij zijn. De naam van Chicharito is gevallen. En hij had het ook, heeft het uitgelegd. Hij is bezig met een traject. Hij is eigenlijk bezig met verjongen. En hij werkt naar het WK toe. Dus
heeft voldoende, heeft een grote groep waaruit hij kan putten. Dus vandaar dat hij voor deze selectie heeft gekozen tijdens de Nations League. Oké, en dan Didi, je hebt ook een vraag gehoord van, hey, Mexico zegt ze komen niet met hun sterkste elftal. Daar heeft Stanley Menzel ook geen boodschap aan. Hij houdt de rekening met alles. Hoe zie jij dat in? Stanley heeft gezegd, we kijken niet naar namen, maar we kijken naar kwaliteit. Ik denk trouwens dat hij daar gelijk in heeft. Wie ze ook opstellen, Mexicanen, dat is top 10 van de wereld. Dus dat, die kunnen wel voetballen. Dus wie ze ook opstellen. Iemand vroeg, zijn jullie nou de underdog? En Stanley zei van, ja, wat vind je zelf? Dat is natuurlijk zo. En, maar goed, er zijn altijd kansen. En ja, Stanley heeft ook iets gezegd over de fysieke gesteldheid van zijn spelers. Zware reis achter de rug. Er zijn er nogal wat in de basis die ruim over de 30 zijn. Kunnen ze dat aan? Dus we kunnen wel wat wijzigingen in de opstelling verwachten. Dat heeft hij ook gezegd. Maar dat hangt ook van deze training af. Gisteren was meer een hersteltraining. En vanavond gaat hij ook kijken van, nou, hoe goed zijn jongens? Zijn ze fit? En ook mentaal sterk. En de sfeer in de groep is goed. Dat heeft hij ook benadrukt. Oké, Terrence, nu is het zo, we hebben er gisteren nog over gesproken. Na jaren gaat Suriname onder zulk groot publiek weer een potje voetballen. Het is niet zomaar een potje, het geldt, het telt. Maar denk je dat zenuwen op een gegeven moment ook een rol kunnen gaan spelen bij de jonge selectie die Suriname nu heeft? Ik denk het wel. Laat me zeggen, ik was verrast. Ze hebben er vanmiddag tijdens de training van Mexico een hele show van gemaakt. Ze hebben publiek toegelaten, schoolkinderen, of ik neem aan dat het schoolkinderen waren, ze hebben gezongen. Er was dus publiek, je ziet dat het leeft, de spelers waren er. En de geluiden die we horen, het stadion heeft een capaciteit van 43.000, maar vanwege COVID gebruiken ze, laten ze 29.000 tot 30.000 man toe. En de geluiden die we hebben gehoord vanmorgen, was dat er zeker al 20.000 kaarten zijn verkocht. Dat is heel anders dan Suriname spelen en misschien ook bepaalde wedstrijden in de eerste en eredivisie van Nederland waar de jongens zijn of in hun lokale competities. Dus sommige dingen zijn moeilijk te trainen. We moeten hopen dat het juist een trigger voor ze is. En hopen dat, kijk, als elke sporter heeft zenuwen, maar men zegt meestal het moment dat je op het veld staat, wanneer je de eerste bal hebt geraakt, dat de zenuwen weggaan. Dus laten we daarop hopen. En die haalde de leeftijd aan. Dat wil zeggen dat er toch wel ook wel wat ervaren jongens er tussen zitten. En ik hoop dat die de iets jongere groep kunnen meetrekken. Oké, okay, een vraag tot slot voor beiden. Ik ben benieuwd, Didi. We gaan niet voorspellen, maar wat zegt je gevoel jou als het gaat om Suriname en Mexico? En wie gaat uiteindelijk, ja, ik zal niet zeggen winnen, maar van wat kunnen we verwachten, kort gezegd? Nou, ik denk dat we gebruik moeten maken van die rol als underdog. Geen verwachtingen. Je zou bijna zeggen, het kan alleen maar meevallen. Maar ik denk juist dat dit kan intimiderend werken, zo'n groot stadion. Maar jongens als Leerdam, Donk, Kappel, Turkse, Amerikaanse competitie, België, Engeland, zijn er nog een paar, die 30-plussers, Biseswar ook, die zijn dit gewend. Ik wil niet zeggen gewend, maar die hebben vaker voor 40.000, 50.000 man gespeeld. En die kunnen de rest op sleeptouw nemen. Ik verwacht ook dat ze dat gaan doen. En andersom. We hebben in Kingston een wedstrijd gezien waar niet zo gek veel toeschouwers waren. In veel minder, ja, dit is een gloednieuw stadion. Die Mexicanen hebben er zin in. Dat wil je toch als voetballer. Ja. Terrence, en jij? Heel kort. Ik hoor het op wat jij hebt gezegd. We doen geen voorspelling. We gaan voor het beste. En weet je, je hebt altijd, of bijna altijd heb je een winnaar en een verliezer. Maar wat belangrijk is dat de jongens alles moeten geven. Ze moeten alles geven voor zichzelf, voor hun land. En wanneer ze terugkijken naar deze wedstrijd, moeten ze niet zeggen van, jongen, als ik een stap harder was gegaan. Ja. Geef gewoon alles. Doe alsof het je laatste wedstrijd is. Dankjewel, guys. En succes morgen. Wie er nog meer te vertellen heeft, heeft zeker Rashid Sultan. Want er zijn nog twee andere sportjournalisten in het stadion. Nogmaals stadion Corona waar we zijn. En die hebben ook hun bevindingen als het gaat om Suriname en Mexico. Wel de wedstrijd van morgen. Ik sta hier met de sportjournalisten, de senior sportjournalisten. Desni Romeo van ABC Television en Kushina Gesesing van QN Sports. Hier in het Corona stadion waar het moet gaan gebeuren. Suriname uit tegen Mexico en zoals we weten, het wordt geen makkelijke wedstrijd. Desje, goedenavond. Goedenavond, Rashid.
We zijn zo net bij de persconferentie geweest van Mexico en natuurlijk ook van Nacho. Om te beginnen bij die van Mexico, wat heb je zo'n beetje kunnen halen uit het verhaal van Tata Martino? Nou, Tata Martino was heel duidelijk in zijn betoog op de verschillende vragen met betrekking tot zijn selectie. Hij gaf aan van mijn selectie is nog niet klaar en je merkt dat zijn focus ligt op het WK. Hij geeft aan, we focussen ons op het WK. Dus wat je hier ziet, betekent niet dat het een eindselectie is. Want er is heel veel kritiek dat er bepaalde veteranen er niet bij zijn. Ja. Maar hij heeft aangegeven van, ik ben bezig. Dus ik bekijk alle mogelijke opstellingen. Dus het moet ons niet verrassen dat wanneer ze straks naar het WK gaan, dat misschien niet eens de helft erbij zit. Maar dat weet hij beter als ik. Ja, Koetje, je hebt Destiny gehoord. Mexico niet op zijn sterkst in eigen land. Kan je ergens ook uithalen dat Tata Martino misschien ook wel weet van hey, dit is Suriname, het is niet de sterkste tegenstander? Kijk, wat we niet vergeten is dat grote landen als Mexico en USA 2-3 elftallen hebben op de been. Ja. Een WK elftal gaan ze niet gebruiken voor kwalificaties voor de Nation League of Gold Cup, misschien maar een paar. Hun focal point is WK. Ze zijn geplaatst, is de grootste voetbalreus als het gaat om Noord-Amerika. Ik begrijp dat dat wel. Alleen is wel, de opiniepeilingen zeggen wel dat er kritiek is omdat eigenlijk de selectie minder scoort. En ja, terecht wat Destiny zegt, zeker de helft van deze jongens zullen het WK niet redden, want je moet wedstrijden spelen. Maar Mexico kan zich permitteren om zo'n elftal op de been te brengen. Want het elftal dat in september gaat staan voor de laatste oefenwedstrijd van WK, ja. Geloof me, er zijn waarschijnlijk 18 andere namen. Sowieso, en we hadden natuurlijk ook de persconferentie met Stanley Menso. De vraag is aan hem gesteld of Suriname de grote underdog is in deze wedstrijd. Hij kwam misschien een beetje licht geïrriteerd over. Nou, omdat je eindelijk als je in de pool zit van Mexico of USA of Costa Rica of Canada, dan ben je in principe altijd de underdog. Ook als je tegen een tweede of een derde elftal van Mexico speelt? Dan nog, hun niveau is zo hoog dat je eigenlijk weet dat je moet vechten voor een tweede plek. En misschien hopen dat je in de derde plek in de Nation League gaat. Dat is gewoon de keiharde realiteit. Dus ik snap de mensen wel helemaal wat dat betreft. Want ook een B-selectie van Mexico kan Suriname makkelijk wegvegen van de mat. En daar moeten we wel realistisch in zijn. Hij heeft beschikking over Becker en Sharon Sherry. Dat zijn er maar twee. Ja. Maar we moeten blij zijn dat er in ieder geval, met alle respect voor Suriname, dit elftal op de been staat. Want geloof me, Suriname gaat het heel moeilijk krijgen. Dus we hebben een stukje training mogen zien van de Mexicanen. Oefenvorm, was je een beetje onder de indruk? Nou, ik vond niet dat het trainen. Het was hetzelfde wat wij doen. Lekker warm lopen, balletje hoog houden. Maar die mannen gaan toch niet hier voor het publiek dingen prijsgeven aan het publiek. Dus ze waren eigenlijk gewoon bezig een show weg te geven. Vooral ook vanwege het feit dus dat er heel wat supporters op de tribune zaten. En ik wil toch even ingaan op datgene wat er wordt gesuggereerd. Ik ben namelijk niet van mening dat we moeten praten van een verzwakt Mexico. Koesje zegt het ook goed. Ik denk niet dat Mexico zwak is. Ze hebben een arsenaal aan spelers en die man kan het zich permitteren om bepaalde spelers niet op te stellen. Ja. Zo goed zijn ze. En dat geeft aan het verschil met bijvoorbeeld ons. Wij hebben dat niet. Ja. We bezitten die luxe en het arsenaal aan spelers om zoiets te kunnen doen. Dat natuurlijk ook met zo'n grote bevolking in Mexico natuurlijk zo'n groot voetballand. Overigens, Koesje, kan je mij misschien wat vertellen over de COVID-testen die zo gedaan zijn? Nou, de beide selecties zijn verplicht geweest vandaag. Iedereen die op het veld zit, op de reservebank, moet de test maken. Feit is, focal point is, hoe zal de training van mensen vandaag eruit zien? Morgen moet hij zijn sterkste elftal op de been brengen. En hopen op een hele goede dag voor Suriname en een slechte dag voor Mexico. Ja, al met al, we staan met z'n allen achter Suriname. Dat zal 100% zo zijn. Waar ook ter wereld, waar Nacho ook zal spelen, zal Suriname massaal staan. Feit is wel, de cijfers liggen er. Dat je benadrukt alleen maar, Mexico heeft een arsenaal, kan met 2-3 elftallen komen. We hebben gezien bij de Gold Cup in de finale Mexico-USA. Daar stond niet het elftal van Mexico dat een WK gaat. Ja. USA had er maar 3-4. Omdat de arsenaal groot is. Feit is, ik hoop op een slechte dag van Mexico en een goede dag van Suriname. Ik ook. Desje, zoals men in Amerika zegt, in het Engels zegt, miracles can happen. Laat me dit zeggen. Weet je dat ik gewoon het gevoel heb dat onze jongens alles zullen geven.
En ik denk dus dat als we alles geven en bepaalde zaken meezitten, dat we een goede wedstrijd kunnen spelen en misschien ook een heel goed resultaat daaruit kunnen halen. Als we eventueel gelijk spelen, zal het een verrassing zijn, maar het is niet onmogelijk. Dat is voetbal nu eenmaal. Dank u, Desje. Graag gedaan. En dat was dus de bijdrage van Kusjana Gissersing en Desni Romeo, de grote twee sportjournalisten, senior sportjournalisten vanuit Suriname. Vanuit het Corona Stadion Mexico, waar het allemaal gaat moeten gebeuren, zeg ik tot dan. Meneer Luna, we hebben een hele bijzondere en hele belangrijke wedstrijd op schema. Mexico tegen Suriname. Wat denk je zelf van deze wedstrijd? Nou ja, de voorbereidingen zijn goed. Er was alleen een vertraging op Jamaica om hier aan te komen. Maar dat is goed geregeld, dat is buiten SVB. En de jongens ook, ze hebben goed netjes gedragen. En de motivatie is goed. Ze zijn goed voorbereid. Je weet wat de sterkte ongeveer is van Mexico. Yusuf heeft nou een oerbalman, toch? Je weet wat Suriname in staat is te doen, ondanks de afwezigheid van bepaalde spelers als Jamon Sherry, Geraldo Becker, een paal. Hoe zie je deze wedstrijd verlopen? Het is een harde dobber. We hebben ook jongens uit Nederland, uit Europa laten komen. Dus diaspora. Maar voetbal is rond. We gaan ook hard moeten werken om een overwinning binnen te halen. En het zit erin. Dus jij zegt Suriname maakt wel een degelijke kans? Ja, zo te zien maakt wel degelijke kans. Samuel, je bent lekker mee afgereisd naar Jamaica en nu zitten we in Mexico. De belangrijke wedstrijd morgen natuurlijk. We weten Suriname heeft één puntje in de groep. Toch, hoe zie je deze wedstrijd tegemoet? Mexico is geen zomaar land, dat weten we. Maar ik heb de jongens, we komen net uit het stadion. Omdat we vanavond onze laatste training hebben daar. En ik heb de jongens van Mexico ook gezien net. En het zijn alleen maar jonge kerels. En ik denk dat we ze kunnen pakken. Ja toch? Onze jongens moeten goed voorbereid zijn. En ze zijn goed voorbereid. Ze zijn gemotiveerd. En ze gaan de wedstrijd vol goede moed tegemoet. Daartegenover staat wel dat Suriname binnen een week, zeg maar, aan haar derde wedstrijd gaat beginnen. Terwijl Mexico nog geen enkel wedstrijd in de Champions League, CONCACAF Nations League groep heeft gespeeld. Dat klopt. Het is Mexico zijn eerste wedstrijd en onze jongens hebben al twee wedstrijden gespeeld tegen Jamaica. En het is niet makkelijk gegaan. Heeft gemerkt dat de tweede wedstrijd hebben we verloren. Maar ik denk dat ze nu goed uitgerust zijn en ze zijn gemotiveerd om tegen Mexico uit te komen. Dus je hebt er alle geloof in? Helemaal. Van Genderen, je bent hiermee gereisd naar Mexico. En straks heb je de wedstrijd tegen Suriname, Mexico-Suriname. Wat zijn jouw voorspellingen? Nou, Mexico is sowieso een getipelste, veel sterkere tegenstander dan Jamaica, die ook in dezelfde pool zit. We hebben verloren van Jamaica in Jamaica. En we spelen morgen tegen Mexico. Het wordt sowieso een veel moeilijkere wedstrijd voor Suriname. Maar als Suriname bereid is om te voetballen, de jongens, dan kunnen we misschien wat betekenen tegen Mexico. Mexico gaat nu na lange tijd weer voetballen, zeg maar. Het is de eerste wedstrijd in de CONCACAF Nations League voor Suriname. Is het al de derde in een week? Ja, sowieso. De jongens van ons, kijk. Voor vermoeidheid gaat ook een beetje gepaard te spelen. De reis, vooral de reis van Jamaica naar Mexico. En door die hele tussenstop daar op Cancun. En vermoeidheid is opgetreden ook. Dus dat gaat ook een beetje gepaard te spelen. Terwijl Mexico dan fris een morgen met frisheid de wedstrijd gaat komen spelen tegen Suriname. Ben je ondanks dit toch wel positief gestemd voor een goede afloop? Sowieso. Positief zijn. We moeten altijd positief zijn. En weten we, het is een wedstrijd, een open game. De ploeg die een bereid is te strijden, die zal sowieso met de overwinning naar huis gaan. Dan sta ik hier met de technisch directeur, de heer Biswajit Kali. We hebben de wedstrijd op zaterdag 11 juni. We hebben een en ander al meegemaakt. We zijn terug uit het stadion. Ik ben benieuwd naar wat u ervan vond.
Bedoelt u de entourage over van het stadion? Alles wat te maken heeft met Nacho. Nou, laat me zeggen, de jongens zijn goed gearriveerd. Ondanks wat onderbrekingen in Cancun. Maar ondanks dat zijn de jongens goed gearriveerd. En als ik kijk naar de sfeer en naar de omgang met de jongens, met onderling en met de staf, met ons, dan ziet er het heel positief uit. Okay, je hebt het stadion gezien, Suriname moet daar gaan performen. Wat verwacht je zelf van de wedstrijd? Wat de wedstrijd betreft verwacht ik dat Suriname haar uiterste best gaat doen. Tenminste, we moeten deze wedstrijd winnen. Om toch nog de enige mogelijkheid dat ons aanbiedt om in die pool te handhaven. Maar behalve in die pool te handhaven om de Gold Cup te bereiken. Dus in de directe weg naar de Gold Cup toe. Oké, okay, Mexico is dan, wat wij weten, een zeer sterk voetballend land. Wat gaat Suriname moeten doen om tenminste één doelpuntje te pikken? Ik wil niet zeggen wat Suriname gaat moeten doen. Daarvoor is er een bondscoach. Hij zal zijn tactiek wel uiteengezet hebben, hoe hij die wedstrijd tegemoet gaat. Dus daarop wil ik nog niet focussen wat hij gaat doen. Dus laten we laten voor de bondscoach, is des bondscoach. Hij heeft dan Mexico ook al geanalyseerd en hij heeft zijn tactiek al klaar liggen, hoe hij de wedstrijd tegemoet gaat. Okay, je bent optimistisch? Zeer optimistisch, laten we kijken wat het wordt. Als we een Suribet nu zouden moeten gaan doen en je zou verplicht zijn een score door te geven, waag je eraan? Ik waag me wel eraan ik zou het toch voor Suriname houden. Dan sta ik met meneer Johan Nijman, helemaal vanuit New York bijgekomen om Nacho wederom te volgen. Van waar zo die liefde om overal waar Nacho gaat erbij te willen zijn? Surinamer ben je ook waar je ook woont, ben je en blijft Surinamer. En de reden waarom ik dus zo overal ga, als er overal Surinamers waren, dan hoefde ik ook niet erbij te zijn. Zoals bijvoorbeeld als ze in Suriname spelen, dan ga ik niet naar Suriname. Maar zo gauw ze in het buitenland spelen, dan wil ik erbij zijn om mijn jongens de stoot, de kracht te geven om dus verder te gaan. Super, dat vind ik heel geweldig van u. Het volgende. We staan voor Mexico. We bevinden ons in Mexico en het wordt een wedstrijd als een wedstrijd in het coronastadion. Dan wil ik niet zeggen we gaan voorspellen, want dat zeg ik aan ieder. Maar als we Nacho in actie hebben gezien en we weten dat Mexico een echt voetballend land is, wil ik graag van u weten wat u verwacht te zien in die wedstrijd. Wat wilt u graag meemaken? Een goede wedstrijd. We weten ook hoe sterk Mexico is. Maar niet omdat ze sterk zijn dat we alvast gaan zeggen we gaan verliezen. We gaan niet verliezen. We gaan spelen en we gaan het beste eruit halen. Als we gelijk spelen, ben ik helemaal tevreden. Helemaal tevreden. En als we winnen, is het top. Dan kan het niet meer stuk. Oké, u bent ook op de training geweest. U bent ook in het hotel waar de spelers zijn. Hoe maakt u ze mee? Ik ben erg trots op de jongens, weet je, omdat bijvoorbeeld als we dus kwamen van Jamaica naar Cancun, hebben we dus zoveel de lees gehad. En de sfeer is toch onder de jongens gebleven. Ze waren moe, kapot, maar weet je, de sfeer is er en het blijft er, weet je. En ik heb nog nooit een dom moment meegemaakt. Weet je, als ze niet winnen bijvoorbeeld, betekent niet dat we zo hun, weet je, de doodstraf moeten toewijzen. Dat is het niet. Ze doen hun best, weet je, ze werken hard. Weet je, je ziet ze op de training, je ziet ze overal in het vliegtuig, in de bus, zie je ze met een computer, weet je, te kijken wat ze verkeerd hebben gedaan, wat ze goed hebben gedaan, wat ze, weet je. Zo, het is een totaal pakket dat die jongens eigenlijk samenstellen. En ik ben dik tevreden over ze. En bijna wordt iedereen bijna je vriend, weet je, omdat je dus de hele dag met elkaar bezig bent. Maar ik ben heel trots op het Surinaamse team. En het gaat beter worden voor ons, echt wel. Hoor u morgen gillen in het stadion? Natuurlijk. Als je één man hoort gillen, dan ben ik het. Ja, breng je oordopjes mee. Zaterdag 11 juni is de dag voor Nacho. Helemaal. En we zijn ready voor. Succes. Dank u wel. Okay. En dit is het dan geweest voor vandaag, op zaterdag 11 juni, de belangrijke CONCACAF Nations League wedstrijd.
van Suriname in Mexico tegen het sterke Mexico. Wat hebben wij vandaag allemaal gehad? Nou, de spelers die zijn een beetje eruit geweest. En we hebben natuurlijk ook de persconferenties gehad. We hebben geluisterd naar de persconferentie van Mexico, waar trainer Tata Martino aan het woord was. We hebben ook natuurlijk de persconferentie van Suriname zelf gehad. We hebben de sportjournalisten, de senior sportjournalisten Destiny Romeo en Kushina Gisser Singh gehoord. We hebben Terence Oosterwolde van de Waarheid mogen horen. We hebben Didi mogen horen. Hun meningen allemaal over de wedstrijd van Mexico tegen Suriname. Dit was het dan en ik zeg tot de dag van de wedstrijd.